Op de hertgang heeft Jong PSV dit seizoen tot nu toe alles gewonnen. 7 wedstrijden op een rij. En dan in het Brabants onderrondje komt Os op bezoek. Os met natuurlijk Tom Boeren in het elftal. De clubtopscorer ziet hier hoe zijn ploeg op voorsprong komt. Fatih Kamachi maakt hem, maar scheidsrechter Sander van der Eijk heeft dan een overtreding gezien. Vreemd maar waar. Daar met nummer 10, doelpuntenmaker Kamachi, die ja, zijn schouder tegen de verdediger Damian van Brugge aanzet. Maar dat mag niet, volgens de scheidsrechter. Een zeer zware beslissing in ieder geval. Maar het blijft 0-0. PSV heeft het moeilijk tegen Os. Duarte, heerlijke steekpaas op Florian Jozefsson. En die krijgt de bal er dan niet in. Dit was dé mogelijkheid voor Jong PSV om op voorsprong te komen. Weet ook de trainer Pascal Jansen. Dan een vrije trap voor Jong PSV. Jordi de Wijs mee naar voren. En de geboren Belg maakt er 1-0 van. Komt vaak mee naar voren natuurlijk, omdat hij kopsterk is. En gaat nog in het doel zelfs via Jordi Balk. Maar het doelpunt komt op naam van Jordi de Wijs. 1-0 voor Jong PSV. En dan lijkt het een moeilijke avond te gaan worden voor Os. Hier weer Kamachi, die legt de bal heerlijk klaar voor Tom Boeren. Hij kan ook missen. De topscorer uit de Jupiler League vindt Hidde Jurjus op zijn weg. Actie van Boeren aan de zijkant. Wordt verdedigd door Damian van Brugge. Boeren weet uiteindelijk die bal nog pan klaar te leggen. En dan is het een overtreding van Pablo Rosario. En opnieuw een hoofdrol voor Sander van der Eijk, de scheidsrechter. Geeft de gele kaart dan ook nog aan Rosario, maar die bal gaat op de stip. Een mogelijkheid voor François Gesterhuizen en zijn team om langszij te komen. Er is natuurlijk maar één man die penalty mag nemen, Tom Boeren. Zoals gezegd, de topscorer van de Jupiler League prikt er eentje bij. Zijn 16e al. Zijn 6e penalty. En dan heeft Os de smaak te pakken. Wordt het de betere ploeg en krijgt het kansen. Hier een afstandsschot van Lorenzo Piqué. In de tweede helft gaat Os eigenlijk gewoon verder. Met frivol spel, met aanvallen. En met mogelijkheden. Hier weer een kans voor Boeren. Die legt de bal pan klaar. En dan is het Justin Mathieu die Os op voorsprong schiet. Een assist van Boeren. In de hoek geprikt. Jurjus zit er nog wel aan. Maar kan de richting niet meer echt veranderen van die bal. Ja, Jong PSV komt er dan eigenlijk niet meer aan te pas. Os is gewoon sterk en gaat op zoek naar de 3-1. Het schot wordt dan nog geblokt. Het schot van Dominique Kivuvu. In tweede instantie gaat die bal van Kamachi er ook niet in. Dit is Dennis Jansen. Heeft de bal breed. En daar is het 3-1. En dan lijkt het Tom Boeren te zijn die dat doelpunt maakt. Maar als we in de herhaling nogmaals naar die treffer kijken, zien we dat een andere man zijn tweede maakt. Jordi de Wijs nu in eigen doel, maar wel de 3-1 voorsprong voor Os. En dan zou je een PSV verwachten dat dan ten aanval strekt. Maar dat gebeurt niet. Ze proberen het natuurlijk wel, maar met dit soort mogelijkheden verras je helemaal niemand. De inzet was van Pablo Rosario. Os blijft de betere ploeg. Simon Paulsen, ook hij in de basis gestart. Heeft nog geen speelminuten gemaakt voor het eerste van PSV. Krijgt de bal hier terug. Prima hakballetje. En dan Paulsen met zijn eerste treffer in dienst van PSV. En dan is het weer spannend. Tegen de verhouding in. Dit doelpunt komt uit de lucht vallen van Jong PSV. Toch de nummer 3 van de Jupiler League. Tegen Os de nummer 17. En dan wil PSV meer. Het zou zeer onverdiend zijn. Countermogelijkheid voor Os. En daar gaat de invaller Jorzolino Falkenstein net ingevallen. En hij schiet de 4-2 binnen. Een dik verdiende overwinning voor FC Os tegen Jong PSV in dit Brabants onderrondje. De 3 punten gaan mee naar Os. Voor het eerst
puntenverlies voor Jong PSV op eigen veld.